Jullie, goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik had vanochtend even een afspraakje. Toen ben ik teruggekomen, ben ik even langs Albert Heijn gegaan om even boodschappen te doen. Ik heb vandaag echt heel erg zin in brood. Zoals jullie weten ontbijt ik amper met brood, maar ik had er echt zoveel zin in. En toen zag ik dus koolhydraatarm brood bij Albert Heijn. Gewoon van Albert Heijn merk. Ik weet dat Atkins er eentje heeft. Maar ik wist niet dat Albert Heijn het zelf ook heeft. Dus dat ga ik nu lekker eten. Ik ga even een eitje bakken en dan brood eten. Ziet er toch gewoon goed uit? Lekker man. Hij ruikt ook echt lekker. Maar ik denk dat het komt omdat ik echt gewoon heel erg veel zin heb in brood. Want ja, hoe ruikt nou een sneetje brood? Ondertussen ook weer lekker een theetje voor mezelf aan het maken. Zo, lekker even twee eitjes bakken. Zo, mijn eitje is klaar. Ik hou er echt van als het nog een beetje zo nattig is, het eigeel. Dus het is voor mij perfect. Oh mijn god, dat is echt mijn lievelingsontbijt. Ik ga helemaal stuk. Dino is een vlieg aan het vangen. Is die dood? Is die eindelijk dood? Echt, katten zijn zo gemeen. Ze laten het dier echt zo half dood achter. Oh, hij leeft nog. En dan gaan ze ernaar kijken. Kijk, kijk, kijk. Oh, ben jij gemeen zeg. Oh, wat erg. Het is echt gemeen, Dinaar. Heb je opgegeten? Oh, waarom zijn katten zo? Doen jullie katten dat ook? Ik vind het echt heel gemeen. Echt een kat-en-muisspel. Dinaar, dit is zo gemeen. Nou, een hele goede middag alweer. Ik ben inmiddels een beetje omgekleed. Ik heb mijn haren gedaan. Ik vind altijd zo'n groot verschil is als ik mijn haren doe en niet doe. Ik denk dat als ik geen make-up op zou doen en alleen mijn haar al zou doen, dan zou het al een hele verbetering zijn. Maar ik heb altijd een knot. Ik ben onderweg naar mijn mesoloog. Goed, ik krijg altijd de vraag van waar ik mijn darmonderzoeken en zo heb gedaan. En dat heb ik dus gedaan bij de mesoloog. En ja, dat raad ik jullie ook allemaal aan. Dus ik heb het niet via het ziekenhuis gedaan. Ik ben ook niet langs een huisarts geweest. Ik ga ook niet zo snel meer naar de huisarts. Want die neemt me helemaal niet meer serieus. Ik was er echt een periode echt bijna elke dag gewoon. Want ik ben echt zo. Ik denk echt altijd dat ik alles heb. Dus nee, ik ga niet meer zo snel naar de huisarts. Ik ben naar de mesoloog gegaan. En die heeft mij erbij geholpen. Ik kan dit soort dingen altijd heel slecht uitleggen. Maar als je je afvraagt wat ze dan gaat doen om je te onderzoeken. Ik kreeg bijvoorbeeld een bodyscan. En dan moet je dus met je voeten ergens op gaan staan. En dan moet je je handen van die stalen vasthouden. En je krijgt ook iets op je hoofd. En daarnaast kreeg ik ook nog een bloedonderzoek. En je krijgt daarna een persoonlijke voedingsschema. En supplementen die je erbij kan slikken. Maar het is allemaal heel erg persoonlijk. Dus je moet er echt langs gaan. Want ik slik inmiddels van 6 supplementen. Klaar met mijn afspraak. Het ging hartstikke goed. De resultaten waren echt beter dan ik had verwacht. Eigenlijk waren mijn darmen helemaal in orde. Dus ik ben heel erg happy. Ik hoef zelfs 1 supplement niet meer te slikken. Super fijn. Ik weet wel waarom mijn darmen zijn getriggerd de laatste tijd. Want ik heb heel gezond gegeten. Maar ze heeft even gekeken naar de ingrediënten van die notenrepen. En er zit dus 1 ingrediënt in. En die reep bestaat er dus 25% uit. En dat kan er dus wel eens voor zorgen. Tenminste, heel vaak zorgt het voor irritaties bij de darmen. Dus ja, daar ga ik mee stoppen. Ik vind het echt zo erg. Ik stel 3 dagen te zeggen hoe geweldig deze repen zijn. Nu moet ik er zelf mee stoppen. Dus I am sorry. Maar soms, als je gewoon bezig bent met een healthy lifestyle, ontdek je soms nieuwe dingen. En dan denk je achteraf, oh nee, dat was toch net niet, zeg maar. Maar maakt niet uit. Het hoort gewoon echt bij deze journey. Zo, ik ben al een tijdje thuis. Ik heb gelijk toen ik thuis kwam, heb ik me even een beetje opgefrist. En toen heb ik even een campagne opgenomen met deze box. Dan ben ik daar ook vanaf. Want ik stel het elke keer uit. Ik ben echt gewoon iemand die altijd dingen uitstelt. Maar het fijne hieraan is dat ik het heb opgenomen. Dat ik nu de producten allemaal kan gebruiken. Dan kan ik ze allemaal lekker testen. Ik ben even naar de supermarkt geweest om even tonijn te halen. En garnalen. Want ik wil vandaag dus deze rijst uitproberen. Het is een rijst op basis van linzen, kikkererwten en doperwten. Kijk, hij is ook helemaal gekleurd. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga de tonijn en garnalen even lekker in tomatensaus bakken met uitjes, knoflook en zo. En dan
meng ik dit gewoon doorheen. Ik ben echt zo erg benieuwd. Ik heb het nog nooit gemaakt. Voor katjes heb ik Lily's Kitchen. Ja, ik heb Lily's Kitchen. Wil je dit nu? Kijk dan, ik heb vandaag een andere. Classic chicken dinner. Lekker zeg. Zo, ik heb even mijn haar vast gedaan. Voor deze koken vond ik het echt veel relaxter. En natuurlijk hygiënischer. Als het goed is heb je voor 2 personen dus maar de helft van deze verpakking nodig. Ben benieuwd. Ik ga gewoon een hele ui gebruiken. Dus die heb ik even gesneden. Ik had nog een paprika in de koelkast. Vind ik zonde om het niet te gebruiken. Want hij was al best wel, nou ja, ziet er niet meer helemaal perfect uit, zeg maar. Dus die ga ik ook gebruiken. Gewoon 1/4 van de paprika. Even de waterkoker aanzetten voor de rijst. Ik doe er nog even Himalaya zout overheen. Een beetje knoflookjes hierbij. Nu gaan we even de tonijn toevoegen. Kochtel, zout, peper, zoutpeper, chilipoeder en Italiaanse kruiden. Heel simpel. Dan hebben we dit met de kruiden. Zo, ik heb ze toegevoegd. Het is echt heel gemakkelijk om af en toe gewoon gekookte garnalen te kopen. En dan kan je ze heel makkelijk toevoegen aan je recept. Hoef je niet echt te kijken of ze goed zijn of niet. En dan als laatste natuurlijk... de tomatensaus. En dan voeg ik nog even een beetje peterselie toe. Oké. Ik ben zo benieuwd. En dan een lekker sausje overheen. Oh mijn god, het ziet er echt zo goed uit. Ik heb even geslapen met deze beer. Oh, het was zo lekker, die nari. Ik ga straks blijven gewoon liggen. Ik ga me even klaarmaken. Ik ga even naar papa toe. Zo, ik ga mezelf even opfrissen. Ik heb namelijk een dutje gedaan met Dina. Dat was heerlijk. Ik ga mezelf even opfrissen. Trouwens, het eten was echt lekker. Echt, die rijst was echt lekker. Dat is echt een aanrader. Ik moet echt even nog wakker worden. Ik heb mijn haren even gedaan en een lipstift even opgedaan. En ik vertrek nu even richting Nessie. Oké, parfum of the day. Dior Poison. Een van mijn favorieten. Alle tijden. Deze draag ik echt al 10 jaar of zo. Ik ken hem echt door mijn oma. Ik heb even een lekkere comfy outfit aangedaan. Ik heb eten mee voor Nessie. En mijn laptop om te werken. Ik val mijn camera uit en mijn handen geflikkerd op de grond. Ik hoop dat hij het nog doet. Tot nu toe ziet het er goed uit. De camera doet het nog goed, jongens. Gelukkig, ik heb echt geen zin om nog een camera te halen. Anders moest ik even een camera halen voor 500 euro. Echt geen zin. Oh, deze is nog duurder. Ik had hiervoor een andere Canon, die was 500 euro. En deze is 750 of zo. En die vorige vond ik gewoon beter, want deze kan echt niet scherp stellen. Ik ben inmiddels bij Nesme op kantoor. Kijk, 1 kat die heeft gehaald. Volgens mij is die wel dichtgeplakt. Dat is de Syrische baklava. Wat is deze? Oh, we hebben die met Ramadan gehad. Oh. Met suikerfeest tenminste. Echt, oh mijn god, dat is de lekkerste ooit gewoon. Dat is niet normaal. Nou, eerste hap. Lekker? Zo, is echt gevaarlijk, man. Ja, dus ik ben alweer thuis. Ik dacht, ik ga lekker werken met Nessie op kantoor. Maar ze is er niet van gekomen. We hebben gewoon ruzie gekregen. Wij kunnen zo slecht met elkaar werken. Wij zijn echt als partners helemaal prima. Maar als het om werk gaat, we zitten in dezelfde ruimte. Zijn we echt gewoon. We kunnen niet met elkaar communiceren. Ik vind dat hij te veel geluid maakt. En hij vindt dat ik te stil ben. En dat ik niet moet zeuren. En ja, het klikt gewoon niet op werkelijk vlak. Het hoeft ook niet. Ik heb een beetje die budget Jones Diary mood. Ik ben lekker alleen. Ik heb goede resultaten gehad met mijn mycoloog. Ik ga gewoon dikke vissen vieren hier met eentje.
Ik heb in de aanbieding chips. Kon ik kiezen, heb nog meer chips, nibbits, yes. En ik heb Milka. Ik heb echt nog nooit gehad. Milka koekjes met chocola, wat lekker. Nessim gaat mij echt vermoorden. En ook al heb ik ruzie met hem. Als hij dit later straks ziet, als hij thuis komt, zegt hij: waarom heb je cheaté gehad zonder mij? Nou, gewoon omdat ik jou niet mag, Nessim. Ik weet dat je naar mijn vlogs kijkt. Mag jou niet. Hey, Dinari. Hallo, best friend. Ik ga even douchen, want ik zweet me dood. Elke 10 minuten ben ik helemaal bezweet. Ik ga douchen. Ik doe mijn nachtjurkje aan. Ik ga lekker op de bank chillen. Ik ga lekker chips eten. Dit is mijn dag. Kijk welke spelbreker thuis. Wat doe jij thuis? Wat doe jij thuis? Niks van mij. Wat heb je allemaal is gekocht? Is mijn avond. En jij gaat naar huis. Oh. Ja, van mij. 2 cookies. Nee, van mij. Oh, ga je dit allemaal zelf opeten? Helemaal van mij. Heb je nog iets gekocht? Kan je lekker niet vinden. Kan je lekker niet vinden. Oven frikandellen. Heb je frikandellen gehad? Oh! Oh, wat ben je dom aan het doen? Je hebt nog iets gehaald. Je hebt nog iets. Wat heb je nog gekocht? Kan je niet vinden. Wat heb je nou nog gehaald? Doe je stom. Nee, dat zijn mijn cookies en... Doei. Heb je nog iets gehaald? Nee, doei. Wat doe jij thuis trouwens? Waarom ben je gewoon op je lelijke kantoor gebleven? Niemand wil jou hier hebben. Echt wel. Het is girls night. De katten ik met de katten. Die met de uit huis. Nou guys, we gaan lekker buiten zitten. Met onze snacks. Nessim gaat hier shisha roken buiten. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker binnen film kijken met mijn snacks. Maar ik moet ze verplicht hier zitten van hem. Geen zin. Hey. Het is echt zo'n chilling outfit. Love it. Gezellig hoor. Gezellig nu. Want ik heb het nu warm gekregen. Heftig. We hebben denk ik echt zo'n 2,5 uur buiten gezeten. Even een theetje gemaakt. Toen kwam buurvrouw eraan. We hebben een oude buurvrouw, ze is zo schattig. Toen zag ze dat we op het balkon zaten, toen kwam ze even kletsen en dat duurde echt 2,5 uur. We hebben 2,5 uur lang met onze buurvrouw gekletst. Was gezellig, hè Nes? Ja. We hadden toch voor alles en nog wat. Nou, ciao. En trouwens, wat zit je aan mijn vlogs toe te doen? Je hoort hier vandaag niet bij. Waarom? Nee. Ik heb mijn vlog zag ik vandaag ruzie met jou had. Doe niet zo stoer. Neppe man. Ja, nou, hey, doeg. Ik weet soms ook niet meer wat ik moet zeggen, dus ciao.